De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, is niet blij met het besluit van de Rijksuniversiteit Groningen als het gaat over het missen van tentamens door corona. Faculteiten van de RUG mogen vanaf dit collegejaar zelf bepalen hoe ze omgaan met studenten die vanwege een coronabesmetting of een quarantaine tentamens missen. De RUG zegt tegen de U-krant dat corona weer gewoon als ziek zijn wordt bestempeld. Dus eventuele herkansingen moeten aangevraagd worden via een studieadviseur of de examencommissie. De JOVD hekelt het nieuwe beleid van de RUG. Wij zijn het er niet mee eens dat alle faculteiten straks zelf mogen beslissen of studenten een extra herkansing krijgen op het moment dat ze een coronabesmetting hebben. Dat is iets waarvan wij vinden dat moet centraal geregeld zijn. Dat moet voor alle studenten gelijk zijn. En je moet voorkomen dat er willekeur ontstaat tussen bepaalde faculteiten. Dat de ene faculteit de mensen 40 kansen krijgen en de andere faculteit ben je gelijk klaar. Dan mag je aan het eind van de zomer eens een keer weer komen. Dat vinden wij geen beleid. Volgens de JOVD worden studenten op deze manier voor onmogelijke keuzes gesteld. Op het moment dat je vlak voor je tentamenweek de kroeg ingaat, een week van tevoren, je loopt een besmetting op. Dan ben je soms zo een week tot twee weken ben je onderweg. Helemaal als je goed ziek wordt. Er zijn natuurlijk nog heel veel mensen, ondanks dat ze vaccinatie hebben, die er ziek van worden. Dan ga je achterlopen. En ja, de kans die ook bestaat is dat mensen gewoon, want je hebt een QR-code op het moment van een besmetting, wordt niet uitgezet. Dus mensen gaan gewoon alsnog naar de tentamenzaal. Want als je op een duur moet kiezen tussen je eigen toekomst of de gezondheid van anderen, ja, wat ga je dan kiezen? En dan kun je, wij verwachten niet dat er heel veel mensen zijn die dan heel moreel gaan zijn en die zeggen van ik ga niet heen. Want die denken dan, voor één keer kan dat wel even, want ze merken het toch niet. De JOVD hoopt dat de RUG wat doet met de kritiek. Ik hoop dat het straks uiteindelijk toch, waar we ook naartoe opgeroepen hebben, dat het gewoon centraal geregeld wordt. Dat studenten die een coronabesmetting hebben, dat gewoon netjes kunnen bewijzen, want dat is natuurlijk wel zaak dat dat gebeurt. Dat ze dan vervolgens gewoon een extra kans krijgen om alsnog een tentamen te maken. Vind je niet dat de RUG dit zelf ook wel had kunnen bedenken? Ja, dat vind ik wel. Maar je blijft je er soms over verbazen wat sommige mensen verzinnen. En daar zijn wij voor, om toch maar een beetje de liberale waakhond te spelen en om toch maar iedereen een beetje scherp te houden.